Met Sorry Seems to be the Hardest Word van Elton John. En Blue is hier Kim. Ja, ja. Kim, ik ben de presentator, ik mag natuurlijk nooit iets zeggen, maar ik was uit het veld geslagen. Ik kreeg kippenvel, mijn haren rezen te bergen. Ja, het zijn er niet zoveel, maar wat er zit ging echt omhoog, kan ik je vertellen. Prachtig, 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 maar... Ik ben helaas geen jury, dat is voor jullie weggelegd, dat is een zware taak. Dus Henk-Jan, wat vond jij ervan? Ja, qua haren was ik blij dat er een zonnebril... en een koptelefoon in zaten, want inderdaad, de haren rezen positief te bergen. Maar realiseerde me ook dat zo'n competitie altijd bestaat uit keuzes maken. Want dit is eigenlijk een heel klein liedje en je begon zo wonderschoon. Maar je wil ook laten horen wat je allemaal in huis hebt, wat je allemaal kan. En ik vind dan eigenlijk dat je te vroeg uitpakt. Maar omdat je maar zo korte tijd hebt... is het ook wel een logische keuze. En wil ik je daar toch voor complimenteren dat je dat hebt gedaan. Want je laat horen dat je en het kleine kan en dat je ook kan uitpakken. Ik vond het misplaatst, maar het was wel heel goed gedaan. Heel goed, dankjewel. Patricia, volgens mij hoorde ik ook een klein glissandootje. Dat vond ik ook zo knap. Glissandootjes, ja, fraseringen. Oh, dat is knap, heel hè? Heel veel fraseringen. Dat deed zij. En, ja, en ik vond dat ze dat heel goed deed, want daar moet je heel muzikaal voor zijn. En lef hebben vooral. Dat deed ze heel erg goed. Kim is een echte zangeres. Patricia, kun je nog even kort uitleggen wat een glissandootje is voor de kijkers thuis? Ik heb geen idee. Dat is dat je van één noot zo in één keer doorhaalt. Oh, dat bedoel je. Met één adem. Jij bedoelt een glij, een lekker glijertje naar een andere noot. Maar dat heet gewoon noot. In het vaktermen een glissandootje. Ja, je hebt gelijk hoor. Je hebt gelijk. Maar dat deed ze fantastisch. Mooi, hè? Ik ben zo dol op de glissando's. Whatever she did. Krijg jij morgen een bos glissando's. Ja, jij was in de war met die roze koeken, maar die zijn ook lekker hoor. Maurice, jij mag het gaan zeggen. Ja, weet je, Kim, je hoort heel vaak bij talentenjachten dat, iemand, dat ze het hebben over je een nummer eigen kunnen maken. Ik vind dat jij dat fenomeen vanavond naar een hoger plan hebt getild. Zoals jij nu zingt, dat is wat we willen horen in Live Show 5. Ik ben een fan van jou. Ja, dan gaan we verder met de punten. Henk-Jan. Een 9. Wauw. Patricia. Absoluut een 9. Woehoe. Maurice, 10. Oh, yeah!
Oh. Wat heerlijk, wat heerlijk, wat heerlijk. Nou, het gemiddelde 9,3. Ik ben bang dat je helemaal bovenaan staat, maar dat kan ook bijna niet anders. Ongekend zeg. Ja, heerlijk, heerlijk. Dankjewel.